Goedemorgen, ik ben Sanne. Ik ben tweedejaarsstudent Engineering Technisch Bedrijfskunde. Vandaag laat ik mijn opleiding zien en beantwoord ik gelijk de meest gestelde vragen. Kijken jullie mee? Onze school staat op de Amstel Campus en zit daarmee tussen andere HVA-gebouwen in. Super handig en gezellig, want zo kunnen we makkelijk naar Café Vest, dat zit om de hoek, of naar het Wiebouwhuis voor de grote kantine. Ik woon in Hoofddorp. Ik ben ermee ongeveer een uurtje bezig om op school aan te komen. Vanaf Centraal Station rijden er continu metro's richting het HVA-gebouw. Met een paar minuutjes ben je dan op school. De metrostation zit tegenover het gebouw. Dat is erg relaxed. Ik heb voor technisch bedrijfskunde gekozen omdat het mij een hele leuke opleiding leek. Omdat je veel leert over interne bedrijfsprocessen en hoe je deze kunt verbeteren en vernieuwen. Daarnaast is de opleiding erg breed, waardoor je veel leert over bijvoorbeeld bedrijfskundige zaken, marketing en logistiek. Je werkt ook veel samen met groepjes en in het eerste jaar heb je een coach die je helpt met studiegerelateerde vragen. De opleiding is niet heel groot. Daardoor heb je veel contact met studenten en docenten, wat het erg gezellig maakt. Een studiejaar is verdeeld in 4 blokken van ieder 10 weken. In het eerste jaar ga je in elk blok aan de slag met een project en 2 vakken. In de vakken leer je theorie die je toepast in je project. In het eerste jaar heb je bij elkaar ongeveer 15 uur college, waarvan je 1 dag online hebt en 2 tot 3 dagen op locatieles. Tijdens de lessen op locatie heb je vaak ook tussenuren waarin je met je groepje aan het project kan werken. Je bent ongeveer 1 dag in de week vrij, maar deze zal je ook wel aan school moeten besteden. Het grootste verschil, en dat kun je waarschijnlijk wel raden, is het technische. Je gaat bij technisch bedrijfskunde in op technische vraagstukken en je krijgt technische vakken, zoals duurzaamheid en materiaalkunde. Daarnaast krijgen we technische bedrijfskunde wel businessgerelateerde vakken, zoals bedrijfseconomie en operations management. Wat je bij gewone bedrijfskunde wel krijgt, is juridische vakken. Deze krijgen wij bij TBK niet. Het leukste project vond ik het Drakenproject. Hierbij gingen we aan de slag als junioradviseur bij dit kabelbedrijf. We adviseerden over de voorraad en de voorraadkosten en hoe je deze zo laag mogelijk kon krijgen. En dit deden we door gigaveel data te analyseren in Excel. Daarnaast hadden we een wekelijks consultgesprek met 2 docenten die zich voordeden als vertegenwoordiger van het bedrijf. Ik was continu aan het puzzelen hoe je de voorraadkosten zo laag mogelijk kon krijgen, dit door data-analyses toe te passen. Allemaal dingen die ik erg leuk vind. Het samenwerken in een groepje gaat vaak best goed. Ik heb wel eens in een project gehad dat iemand niet zijn afspraken nakwam. Als dit gebeurt, gaan we onderling het gesprek aan. Wanneer dit niet zou werken, dan stappen we naar de docent toe. Helaas is dit natuurlijk niet zo leuk, maar je leert er wel van voor in het echte leven. Zo leer je over communiceren en over samenwerken in groepsprojecten. Ik vond beide vakken prima te doen. Ik heb ze ook al gehad op de middelbare school en ik was er toen ook best wel goed in. Dit heeft voor mij wel in mijn voordeel gewerkt. Van studiegenoten hoorde ik dat zij bedrijfseconomie en vooral wiskunde ook erg lastig vonden. Gelukkig is er veel begeleiding en als docenten zien dat je aan het werk wilt en je toets wil halen, willen ze je altijd helpen. Aan het begin van mijn eerste jaar had ik geen bijbaantje, want ik wou me goed kunnen concentreren op school. Toen ik eenmaal mijn draai had gevonden, ben ik wel wat gaan bijverdienen. En dat is, in ieder geval voor mij, goed te combineren. Zolang je je schoolwerk plant en je huiswerk bijhoudt. Daarnaast heb je altijd nog wat tijd over om te gaan sporten of om met vrienden af te spreken. Ja, gaat best wel lekker dus. Ook zit ik bij de studievereniging. Dat is niet alleen gezellig, maar ook erg goed om te netwerken. Zo heb je gezellige uitjes zoals lasergame en borrels, maar ook cursussen zoals solliciteren. Wil je meer weten over engineering en technisch bedrijfskunde? Kom dan een keer naar de open dag of stel je vragen via de Insta DM. Doei doei!